In 1970, a television program debuted that changed the way millions of people looked at faith. The Hour of Power. This is the day the Lord has made. Let us rejoice. And today, the Hour of Power continues with a new voice for a new generation. When you put your trust in God, nothing can stop you. Because whatever your circumstance or the obstacles you face, this moment can be your Hour of Power. Van harte welkom bij Hour of Power. En ik weet dat heel veel mensen uitkijken naar dit programma op de vroege zondagmorgen. Zeker nu we nog steeds niet naar de kerk kunnen of met kleine aantallen. Of je aan huis gebonden bent door bijvoorbeeld ziekte of ouderdom. En ook heel veel jongeren kijken naar Hour of Power. Dus van alle hartelijk welkom. Bobby Schuller spreekt in de serie Blessed to be a Blessing. Wees een zegen als je gezegend bent, over dat God gunsten voor jou heeft. Nou, wat hij bedoelt, dat gaat hij straks vertellen in een boeiende preek. En dan hebben we Song of Peace, een prachtig lied op de melodie van Sibelius. En het koor zingt ook Psalm 23, het lied van de herdersjongen. Het kinderkoor geeft een enthousiast I Smile, een lied weg. En dan heb ik hier een even enthousiaste gast. En dat is de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit. Jaap, van harte welkom. Dankjewel. Wat leuk, want ik noemde net dominee Schuller, maar jij bent ook heel lang dominee geweest. Ik ben van origine theoloog en predikant. Ik ben ooit in 1984 als jonge vent begonnen als dorpsdominee in twee kleine dorpen. Uiteindelijk heb ik dat 13 jaar gedaan, waarvan 4 jaar bij de krijgsmacht in Duitsland. En toen ben ik geëindigd in Heemstede, toen was ik 35. En nu commissaris van de Koning. En daar gaan we het allemaal over hebben. Welkom bij Hour of Power. Wij gaan naar Californië, zonnig Californië. Dat is hier ook. En heel fijne dienst toegewenst. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Good morning. And hello, church family, and welcome, visitors. We are so honored that you've joined us today. You are loved. Amen. God, we thank you so much that you called us to this place. We're looking to you, Lord, and we pray for your abundant blessing, your forgiveness, your renewal. Lord, we love you. It's in Christ's name we pray. Amen. Amen. Turn to the person next to you and say, God loves you and so do I.
preparation for the message, Deuteronomy 28, 1 through 2 and 12 through 13. If you fully obey the Lord your God and carefully follow all his commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. The Lord will open the heavens, the storehouse of his bounty, to send rain on your land in seasons and to bless all the work of your hands. You will lend to many nations, but will borrow from none. The Lord will make you the head and not the tail. For if you pay attention to the commands of the Lord your God that I give you this day and carefully follow them, you will always be at the top, never at the bottom. Church family, seeking God's favor is one of the most brilliant things we can do. Amen.
Psalm 23, prachtig gezongen. Wat is eigenlijk een mooie psalm. Hè? Die wordt toch heel veel gebruikt bij begrafenissen, bij trouwerijen. En voor een dominee is dat een onuitputtelijke bron van inspiratie, denk ik. Nou ja, het is ook een hele klassieke psalm, een hele bekende psalm. Ook veel mensen die niet kerkelijk zijn, kennen de tekst of in ieder geval de melodie. En het, ja, het drukt in feite gewoon een hele warme manier van geloof uit. Van, ja, de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. En, in dit complexe bestaan, als je vanuit dat besef kan leven, dat is natuurlijk een heel waardevol iets. Ja, ja. Ik heb het idee dat heel veel Nederlanders nu zeggen, mij ontbreekt alles. Nou, er is natuurlijk wel wat aan de hand, ja. En het is natuurlijk een hele paradoxale tijd waarin het lijkt alsof we het allemaal in de hand hebben en het netjes hebben kunnen organiseren. Maar toch, je ziet dat het niet het geval is. En dat vind ik het indrukwekkende van deze tijd. Daar heb ik ook veel over nagedacht. Dat we hebben een samenleving die eigenlijk ingericht is alsof het altijd mooi weer is. En alles klopt. En alles ook op tijd geregeld is. Alsof logistiek ook alles klopt. Hè. Met andere woorden, wij betrekken onze spullen van heel ver weg. Want we zijn ervan overtuigd dat het altijd op tijd hier is. Nou, je hebt met die coronapandemie gemerkt dat het eigenlijk als een kaarthuis in elkaar stort als je niet uitkijkt. En er komt een kink in de kabel. En het stormt en het giet, figuurlijk gesproken. En dan moeten we improviseren. Dan moeten we ons ineens zelf redden. Dan moeten we kijken wat we zelf in huis hebben. In plaats van dat we ervan op aan kunnen dat het morgen afgeleverd wordt. Nou, dat is wat we ook gezien hebben in deze tijd. Is de enorme veerkracht in de samenleving. En met initiatieven van mensen die elkaar opzoeken. Ook vanuit kerkelijke kring, maar ook vanuit niet-kerkelijke kring. Kom op mensen. We zijn verantwoordelijk voor elkaar. We maken er wat van. En dat is natuurlijk ook indrukwekkend in dezezelfde tijd. Ja. Ik vind het wel opvallende carrière van een dorpsdominee, ja, naar commissaris van de Koning. Je lacht erbij. Ja, ja. Vind je het zelf ook een beetje? Nou ja, ik voel me een bevoorrecht mens dat ik kan terugkijken. Ik ben nu 64, maar dat ik een hele boeiende en afwisselende reis heb mogen maken. Die begon als dorpsdominee in Ellekom en de Steeg. En me tot nu toe gebracht heeft waar ik nu ben als commissaris van de Koning in deze prachtige provincie. Dus ik ben eigenlijk een van jouw onderdanen? In die termen zal ik zelf nooit spreken, maar je bent in ieder geval een inwoner van de provincie waar ik commissaris mag zijn. Ja. Ja. Zullen we eens even kijken naar een filmpje wat dat commissaris zijn inzout? Dat moet ik vaak uitleggen wat het is. Ja, dat gaan we dan zo doen. We leven met 3,6 miljoen Zuid-Hollanders op een bijzondere plek. In een delta onder de zeespiegel, in grote en kleinere gemeenschappen. Als CDK mag ik het boegbeeld zijn van de provincie. In Den Haag staat het provinciehuis. Dit is de plek waar de meeste medewerkers van Zuid-Holland werken. En ook ik mag als commissaris van de Koning hier kantoor houden. Ik ben door de kroon benoemd. Daarom ben ik commissaris van de Koning in Zuid-Holland en niet van Zuid-Holland. In de praktijk lopen provinciale en rijkstaken door en naast elkaar. Voor de uitvoering van al mijn taken ben ik heel vaak ergens in de provincie of erbuiten.
Ook tijdens handelsmissies naar het buitenland mag ik het boegbeeld van de provincie zijn. Zuid-Holland heeft een vriendschapsrelatie met de Chinese provincie Hebei en met Shanghai Pudong. In 2017 waren we ook op bezoek in Lombardije, Italië, een regio waar Zuid-Holland eveneens relaties mee heeft aangeknoopt. Als commissaris heb ik het bijzondere voorrecht het koninklijk paar en andere leden van het koninklijk huis te ontvangen en te begeleiden als zij in de provincie Zuid-Holland op bezoek zijn. Als commissaris geniet ik altijd van de ontmoeting met de leden van het koninklijk huis, maar ook van alle andere bezoeken en gesprekken die ik met mensen van allerlei pluimage mag voeren. Vooral als dat leidt tot het samen stappen vooruit kunnen zetten, geeft mij dat veel voldoening. We zagen net prachtige beelden op reis met de koninklijke familie, bezoeken in de provincie. Maar wat doet die commissaris nou eigenlijk? Het is een enorme gevarieerde baan. Eigenlijk heb ik er twee. Waarom heet ik nou commissaris van de koning in Zuid-Holland? Omdat ik ook als het ware een vooruitgeschoven post van de landelijke regering ben in de provincie Zuid-Holland. Om toezicht te houden op een aantal zaken. En te zorgen dat een aantal processen goed lopen. Bijvoorbeeld alles rond burgemeestersbenoemingen en burgemeesterszaken, dat is een rijkstaak van mij. Dat doe ik in mijn hoedanigheid als rijksheer. En daarvoor leg ik geen verantwoording af aan de provinciale staten, maar aan de minister van Binnenlandse Zaken. Maar ik ben natuurlijk ook van Zuid-Holland, want ik ben voorzitter van het provinciale parlement. Dat noemen we provinciale staten. Dat is gewoon een soort Tweede Kamer, maar dan op provinciaal niveau. Ik ben voorzitter van het college van gedeputeerde staten. Dat zijn zeg maar de wethouders van de provincie. Dat geeft mij dus een hele duidelijke verantwoordelijkheid in die provincie. Ik ben ook ambassadeur van die provincie. Ik trek er heel veel op uit, tot en met aan China toe, om met mensen mijn gevolg daar zaken te doen. Ik zeg wel eens in één zin, het is van klein ceremonieel protocolair tot groot en zwaar bestuurlijk en alles wat ertussen zit. Ik ben een gewone jongen met een bijzondere functie. En beide moet ik niet vergeten. Op het moment dat ik vergeet dat ik ook een gewone jongen ben, dan gaat die functie met mij aan de haal. Ja. Maar ik kan ook te gewoon zijn in mijn functie, want ik heb wel een titel te dragen. Ja. En dat maakt mij voortdurend bewust van het besef dat ik dit niet doe ter meerdere eer en glorie van mezelf. Maar dat ik de bevoorrechte positie mag bekleden om in deze functie de samenleving te dienen. En zo zie ik het ook. Ik ga even terug naar 2000 jaar geleden. Toen was er ook een dienend leider. Kun je je daarmee identificeren? Ja, dat heeft me wel laten zien. Het dienend leiderschap in de zin van het mooiste beeld waarin hij dat laat zien is natuurlijk de voetwassing. Waarin dat verhaal dat hij voor de Pesachmaaltijd de voeten van zijn discipelen wast. Voor het laatste avondmaal. Ja, dat geeft aan van hoor eens, ik ben niet jullie baas. Ik ben ook niet jullie, zeg maar, knecht. Ik laat hiermee zien dat ik ook in mijn positie jullie als het ware ook kan dienen als dat nodig en mogelijk is. Ik gebruik ook heel vaak bijbelse metaforen in mijn nogmaals dagelijkse werk. Zonder dat ik zeg, mag ik u een kapiteltje voorlezen? Maar die beelden, die spreken nog steeds vandaag. Als ik zeg er was eens, wat zeg jij dan? Ja, dan kom ik altijd bij een heel mooi verhaal. Maar dan moet je natuurlijk nooit zeggen van, zal ik jou eens voorlezen uit dat en dat bijbelboek? Maar dan zeg ik van, mag ik je een verhaal vertellen? Ja. Er was eens een asielzoekster die met haar schoonmoeder op zoek ging naar een plek om haar hoofd neer te leggen. Hè, gastvrijheid zocht. En die kwam in een vreemd land en die kwam er op de akker van een hele rijke boer. En die rijke boer die gebruikte al een hele primitieve vorm van sociale zekerheid. Namelijk, ik heb heel veel land, jij hebt het niet. Als ik oogst, dan laat ik een deel van de oogst staan, zodat jij ook voedsel kunt vergaren. En zo kwam die asielzoekster met haar schoonmoeder op dat veld. En dan was die rijke boer en die zegt tegen zijn knechten, laat deze vrouw met deze twee vrouwen die mogen hier koren plukken. Als je dat verhaal vertelt, dan zie je sommige mensen denken, dat verhaal ken ik ergens van. Wie is het ook weer? Ik zeg, dat is Rut met haar schoonmoeder Naomi. En die rijke boer heet Boas. Oh ja. Nou, moet je even goed dat beeld in de gaten houden van die randen van dat veld. Hè? Laat een rand om je veld staan voor hen die het niet hebben. Kijk, als je dat naar onze tijd vertaalt, wij maaien onze velden tot de rand toe kaal. En dat niet één keer, maar wel vier keer per jaar. Letterlijk en figuurlijk. En waarom? Omdat in die marge, zoals we dat tegenwoordig noemen, het geld verdiend wordt. Niet in de bulk. Dus we hebben geen ruimte meer over om een rand te laten staan, want dan zijn we onze winst kwijt. We hebben alles zo efficiënt gemaakt dat we die randen wegbezuinigd hebben op alle mogelijke terreinen. En als je dat vertaalt naar een aantal vraagstukken van deze tijd, bijvoorbeeld
Waar is de rand om het veld van onze sociale woningbouw? Waarom kunnen mensen zo slecht een woning vinden om een dak boven hun hoofd? Waarom wordt het dan ook heel erg kwaad als die woningen ook nog toebedeeld worden aan mensen die van ver komen? Omdat we geen rand meer hebben om ons veld, om zeg maar op te vangen de dingen die we misschien niet voorspeld hadden. Of denk aan de rand van het veld van je tijd. Mijn agenda zit zo vol dat als ik... Ik heb twee oude ouders nog van 88. Maar waar heb ik de tijd nog om daar ook nog voor te zorgen? Of de rand van het veld van je energie. Man, als ik vrijdagavond thuis kom, dan denk ik moet nog een heel weekend. Dus neem me zonder gekheid. Dus als je dat zo bekijkt, dan zijn wij in onze samenleving de randen om die velden kwijtgeraakt. Ja. En als er iets moet gebeuren, is het dat we daar weer in investeren. Dat heeft te maken met politie, met zorg, met alles wat onze samenleving de moeite waard maakt. Dus we hebben het zo efficiënt gemaakt en zo ook marktconform dat we die randen zijn kwijtgeraakt. En dat schept een hoop ontevredenheid. Ja. Ik vind het wel een heel mooi beeld. Ja, ik vind het prachtig metafoor. Ja, inderdaad. Die randen waren er voor Rut, waardoor ze zich kon voeden. En dat is voor een heleboel mensen niet meer zo. Wat zou je de kijkers van Out of Power vanuit het evangelie, ik zie daar een doosje liggen, misschien heeft dat ermee te maken, willen meegeven voor deze tijd? Nou, wat hierin zit is een kompas. Ik ben een zeiler, ik heb heel veel ook op zee gezeild. En het is een heel oud kompas. Prachtig. Kijk, wij in onze westerse samenleving hebben het heel veel over vrijheid. Vrijheid van meningsuiting, vrijheid van pers, vrijheid van alles. We hebben overigens in deze tijd van corona gemerkt dat het ook kwetsbaar is. Maar vrijheid, dat heeft een paar dingen nodig. Vrijheid heeft ook grenzen, tot waar en niet verder. Dus je kunt vrijheid ook kapot maken, bijvoorbeeld vrijheid van meningsuiting. Ja, je mag alles roepen in het land, maar waarom zou je alles roepen? Daar wordt het gewoon niet gezelliger van en ook niet beter van. Als ik tegen jou zeg, Jan, dat zeg je toch niet? En jij zou antwoorden, ja, maar waar staat het dan? Ja, dat staat nergens. Maar dat weten jij en ik toch? En daar moet je het van tijd tot tijd met elkaar over hebben. Tot hier en niet verder. Dat is de moraal. Het gaat over moraliteit. En het woord moralist is haast een scheldwoord. Maar ik vind dat we weer af en toe moralistisch moeten zijn. Waar gaat het ook weer over? Wat houdt het zuiver? En het tweede wat je nodig hebt is een kompas. Want ik weet, als je op zee zeilt en je hebt geen kompas. En je kunt zeggen van nou kijk eens wat een enorme ruimte ik om me heen heb. En je weet niet waar je heen gaat of waar je heen moet. Dan is die ruimte is niet een vrijheid, maar een gevangenis. En als je dan geen kompas hebt waarlangs je je koers kunt bepalen en kunt navigeren, ja, dan ben je verdwaald. Nou, dat is voor mij ook de betekenis van mijn geloof. En de verhalen die ik heb meegekregen, dat helpt mij, dat is voor mij een soort kompas. En dat helpt mij de koers te vinden in mijn eigen bestaan. En daar ben ik zelf erg blij mee. En ik sta af en toe nog wel op de kansel, een keer of 6, 7 per jaar, dan vertel ik dit soort verhalen. Maar het is mijn tweede ouderlijk huis waarin ik groot geworden ben. Ja, mooi. Ja. Welk bijbelgedeelte is voor jou je deel van je morele kompas? Ik heb vaak het verhaal van Mozes aangehaald. Hè. Het beste verhaal over verandering en transitie, waarin we nu waar we veel mee te maken hebben, is het verhaal van Exodus. Daar vind je alles wat met transitie, met doortocht naar een nieuwe toekomst te maken heeft. Met ook de figuur Mozes. Ja, je moet mij niet hebben, neem alsjeblieft een ander, want ik stotter. Ja. Nee, maar ik moet wel jou hebben. Ja. Wat zal die man wel niet gedacht hebben toen hij die struik hoorde? Maar goed, het overtuigen van mensen van je toekomst ligt niet hier, die ligt daar. Maar ook, ik heb er in deze tijd een aantal keer over gepreekt. Tijd van zoeken en verwarring van waar zit nou nog het ankerpunt? Ja. Psalm 121, van waar komt mijn hulp? Mijn hulp komt van de Heer, van de berg. Ik heb zelf ooit in mijn leven meegemaakt dat ik als het ware het gevoel had dat ik in een moeras verdween van somberheid en vermoeidheid. Het was heel, heel lang geleden, toen ik net predikant was. En dat ik op het dieptepunt een soort steen onder mijn voeten voelde van, oh ja, tot hier en niet verder. Jij zult hier niet in verzuipen. Hier heb je de vastigheid, de stevigheid. Ik heb je laten voelen wat de zwaarte van het leven kan zijn. En nou, hup, naar boven aan je werk. Ja, zoals David altijd tegen God zei, zet mij op een rots die hoger is dan ikzelf, zodat ik niet ten onder ga. Zo is het. Zo heb je het ervaren. Ik heb het inderdaad ervaren als een steen onder mijn voeten. Ja. Van het water kan je aan de lippen staan, maar je zult niet verzuipen. Zo. En dat is ook daarna ook nooit meer teruggekeerd. Maar het is wel een dierbaar moment is dat geweest. En zo ook
op het moment dat je denkt van, hoor eens, waar gaat het allemaal over? Wat is dit? Ja, dan is er toch zoiets in mijzelf. Ik denk dat het bij veel andere mensen ook zo is. En toch, het zal niet gebeuren of het zal juist zo gaan. God is getrouw. En het tweede waar ik over gepreekt heb in deze tijd, is een stuk over vrijheid uit de brief van Paulus aan de Galaten. En Paulus die schrijft aan die nieuwe gemeente in Galatië, die ligt ergens in Turkije, die net het verhaal van Jezus hadden gehoord, waar de kern is, heb uw naaste lief als uzelf. En waar hij de mensen bevrijdde van dat wettische geloof, dat haast een wiskundige exercitie was van, je kunt uitrekenen of je er komt, ja of nee. En ze bevrijden van het wettische geloof en zei, hoor, het gaat eigenlijk maar om één ding. Heb je naaste lief als jezelf. En hou jezelf een beetje in bedwang. He, leef met de geest. En dan zegt hij tegen die mensen, jullie hebben er geen bal van begrepen. Want jullie grijpen weer terug op die oude wettische regels. Namelijk, als je niet besneden bent, dan red je het niet. En ik heb jullie nou juist gezegd dat het hele wettische systeem niet meer geldt. Jezus heeft laten zien wat het betekent om vanuit de Torah de wet te leven. Heb uw naaste lief als uzelf. En als je dat doet, dan wordt vanzelf zichtbaar dat God in ons midden is en dat er werkelijk meer is dan je ziet. Dankjewel. Ik laat je niet met lege handen naar de residentie terugkeren. Ik heb hier een aardig geschenk. 52 bijbelteksten die allemaal over de liefde gaan. Dus op het bureau van de commissaris kun je elke week een nieuwe tekst vinden en daar staat het woord liefde iedere keer in een bijbeltekst verwoord. Ik hoop dat je het mooi vindt. Vast. Ja. Dankjewel. En dat is ons moederdaggeschenk. En dan een paar mooie kaarten voor je liefhebbende echtgenoot. Ja. Dus even kijken. Ik heb hier mijn handpalm gegraveerd. Liefdevol en genadig en geduldig is God. Nou, daar hebben we het over gehad. Het kompas gaat mee. Dat blijft hier niet als cadeau. Als ik de weg nee, dat ik dacht, als cadeau krijg ik dat mee voor mijn leven. Ja, ongelooflijk bedankt. Ik vond het fascinerend nogmaals om je verhaal te horen. En ik zou zeggen, blijf nog lang commissaris van de Koning hier in Zuid-Holland. En blijf nog lang het goede woord doorgeven. Dankjewel, dankjewel. Het was een genoegen. Wij gaan naar Shepherd Grove. Today is a new day, but there is no sunshine. Nothing but clouds and it's dark in my heart and it feels like a cold night. Today's a new day, but where are my blue skies? Where is the love and the joy that you promised me? Tell me it's alright. I almost gave up, but better when you smile.
hold your hands out like this as a way of receiving from the Lord? And would you say with us this creed as we do every Sunday? I'm not what I do. I'm not what I have. I'm not what people say about me. I am the beloved of God. It's who I am. No one can take it from me. I don't have to worry. I don't have to hurry. I can trust my friend Jesus and share his love with the world. Thanks. You can be seated. You might be surprised to know that I don't love fish. You know, it's some of you might be out there in the same boat with me. I don't love eating fish. My wife, Hannah, I think it's her favorite. She loves fish. There are some exceptions. I like fried fish in a taco. I like Chinese fish when it's steamed in those little, I forget what they're called, but when they're in those like dumpling trays, that's very good. But for the most part, I prefer about 1,000 other dishes before I prefer fish. And there's a reason for this. Growing up in San Juan Capistrano, a sort of beachy town in Orange County, I grew up fishing constantly, fishing off the pier, fishing in the lake, fishing with my dad. And when you caught the fish, you know, that was fun, but then you had to realize, well, later as a kid, wait, I gotta eat that thing. I remember as a kid, we had this boat on the side of our house. I think it was called a Boston Bayliner, and my dad used to take me out constantly fishing. I mean, he's a great dad, and I'm grateful for it. And then later, I think we got this thing called a Boston Whaler, still a very small kind of fishing boat. But we were fishing constantly, and the problem with that is a lot of times we would catch a giant tuna or a marlin or a swordfish. And then you got to have marlin tacos, marlin salad, fried marlin, boiled marlin, every single, for like months, you were having fish pulled out of the freezer. And my parents too, my stepmom in particular, is very, very healthy. So that means, you know, you're not going to get a lot of butter. You're not going to get a lot of cheese. It's going to be like, you know, all that to say, I'm not a fish fan. And I remember I've thought a lot about my dad, and he is and was a great dad. I remember thinking a lot, man, he really does love to take us fishing. And I had this kind of light bulb moment. It was actually a very touching moment at my Grandpa Schuler's funeral. My dad was, you know, emotional, as we all were. It was the loss of someone we really loved and cared about. And when my dad got up to share his part, he, you know, was very choked up. He'd been crying. And he shared a very tender, simple story. He said, when I was a little boy, my dad and all of his buddies got in the truck and they loaded up a bunch of fishing tackle. They came and picked up my dad and he took his fishing stuff and he put it in the truck. And I just started crying and I said, Dad, I want to go fishing with you guys. Dad, I want to go. And he said, I'm sorry, you can't go with us today. I'm sorry, son, you can't go. And he said, but Dad, I want to go fishing with you. And he loaded up all of his fishing equipment and the truck drove away. And my dad said, as a boy, I sat on the curb and just began weeping and crying because I didn't get to go fishing with my dad. And about 5 minutes later, the truck came back. My grandpa, or my dad, he said, waved goodbye to his friends. And he said, let's go fishing. And my grandpa said to my dad when he was a little boy, I'm making you a promise. From this day on, I will never go fishing without you. And my dad at the funeral said, and up until this day, he never did. Every single fishing trip my grandpa went on, even as an adult, even as an old man, he always brought my dad. That's a really touching story. And I know that in his life, he could probably tell it better than I could. He's a preacher too, you know, that my dad really looked to fishing with his family, fishing with his daughters and his sons as an important part of raising kids. And but the big problem for me as a kid was I wasn't worried about not fishing. I was worried about eating fish. And I actually remember once, it's a surreal feeling, you know, growing up on a boat. I used to clean the boat and work on the boat, and I would get paid $50 a day, you know, to do, you know, 8 to 10 hours of fixing things, toilets, and kind of gross work sometimes. But I remember it's a surreal feeling being out on the open sea on a little boat. If you've never done it before, I highly recommend it. It can be an eerie feeling. The open sea, it's like when you are on a boat and you look in every direction, 360 degrees, and you see no land, nothing, no boats, nobody.
It's just water as far as the eye can see. It's interesting how peaceful it can be, how also it can make you feel very small, and how it can be scary. Like, I'm a great swimmer, but the idea of just jumping in the water would probably be perfectly safe in the open sea. But man, I've done it a couple times and it is scary. I don't know what it is. So I remember once when we were out and we were fishing, and I think I was maybe 13 or 14 years old, and we had been out, it was about 2 o'clock in the afternoon. We'd left early in the morning, and we had forgot to bring food, which is crazy. We had always brought food and water. We had no food in the cabin. I think my dad thought there was some food, and we just had nothing. No popcorn, no canned anything, nothing. And we were getting hungry, and we were in the middle of nowhere in the ocean. And so my dad said, let's do this. Let's pray. Let's pray that God will provide food for us. And what is he thinking? What am I thinking? Fish, you know, we're going to pray. And we're going to catch a fish and we're going to cook it right here and eat it, you know? Either that or, like, we used to get these things called abalone, which are very beautiful shellfish, and we would barbecue those in the back of the boat sometimes. So he said, let's pray, and we're going to pray that God would provide some food. And immediately I'm thinking, all right, so we pray. We pray that God would give us some food. And, of course, we're thinking fish. Now, of course, as a kid, I liked candy. I liked hot dogs. And another thing I liked, Hannah, is beef jerky. Slim Jims in particular. So we prayed, and we're going along, and maybe 30 minutes later, this is a true story, my dad will validate this, just the two of us, in his binoculars, he sees something in the ocean. He goes, what is that? And he hands me the binoculars, I was like, I don't know. So we pull up this big net, and we scoop it up, and it's one of those giant ton containers of beef jerky. And I was like, what? What? And as we went along, we scooped up, I don't know what happened, like, you know those ones from Costco, or there was Price Club back then? We scooped up like 6 or 7 of these buckets of beef jerky, and we're just pounding down beef jerky the rest of the day, and I was happy as a clam. I mean, I was like the happiest guy in the world. And the reason I bring up that story is, this to me is a small example of how God likes to answer prayers. You know, when we're praying, I'm thinking fish. I'm going to eat some mackerel or something, you know, boiled on the stove with no salt even. And instead, I got beef jerky. Like, who would have thought? And it was like such a miracle. You know, as a kid, it's hard to explain. That just felt like utter magic to me. Like, just one of the coolest memories of my life. And this is how God loves to answer prayer. You know, God loves to, when we're asking for, like, what we need, I feel like God loves to give us not just what we need, but also sometimes what we desire and what we want, especially when we approach him in a humble way. When we're seeking after righteousness and wisdom, sometimes he also will give us this thing called favor. Favor, favor. Favor is this thing that a parent shows to a child. Maybe you're a grandparent, and I like to think favor might even be a little more like what a grandparent shows towards a grandchild. Just a heart swollen with love, favor, blessing. This is how God sees you. And this is, as God's children, what we should seek after, that we should seek God's favor. The word for favor is the same word as grace. And I could preach this whole sermon and say grace, and I feel like it would go over people's head. So I'm using the word favor for a reason. Either one is usable. In Hebrew, the word is chet. Everybody say chet, like you're hawking a loogie. Chet. It's incidentally where we get the name Hannah. It means grace, favor, or in Greek, in the New Testament, it's charis. It's this idea that God, even though we don't deserve it, we didn't earn it, we didn't do anything for it, God loves to pour out blessing and goodness in our life. And although Christianity is in large part, yes, about suffering and suffering well and enduring and getting through hard times, the whole purpose of that is so that we can dwell in God's kingdom with God and his children. God loves to bless people. You know, God promises this land to the Hebrew people. And the idea is that they're going to be given a land flowing with milk and honey.
meaning that it's a prosperous land. It's a land that works for both cattle and for farming, and that God is going to bring his abundance to them in the same way that the garden expanded from Eden. The whole world is going to be blessed through Israel. That Israel is going to be a prosperous place of goodness, of life, a place where God's word, his Torah, is known and practiced, where God's name is honored and lifted up, and where people love the Lord with all their heart and all their soul, and love their neighbor as themselves, as the Torah says. And that from that place, goodness will spread from Israel. This is the exact image, I believe, that Paul and others are referring to when they talk about us being the temple. That God wants to bless us, that he wants to pour out goodness into our lives so that we can be a blessing to others. That you'll be blessed to be a blessing. One way that this happens, of course, is God's just abundant favor in your life. The story I'm looking at today is the story of Jacob and Laban, or Laban. Jacob, you know, Jacob is one of my favorite characters, maybe because he's a rogue, and I have a little bit of that roguish part about me. And I just love how, you know, Jacob is given this blessing, or maybe we should say Jacob takes this blessing, but he has it. And it's abundantly clear that God places the favor that was on Abraham and the favor that was on Isaac, he places it on Jacob. And that even though Jacob goes through some really hard times and tough times, the Bible is clear to say that Jacob seems to be favored. He seems to be blessed. Even when he's making mistakes, even when he messes up, there seems to be what those maybe secular world would call good luck around Jacob that he carries with him everywhere he goes. In the story, Jacob's second wife, Rebekah, gives birth to a child. And in the ancient world, you know, in the ancient world, if you marry a woman, and this is very sad, but and she can't give birth to a child, you have a season where you can actually divorce her because she hasn't given you an heir. When Rebecca, who Jacob is actually obsessed and totally in love with her, when she gives birth to a child, he is now free to take Rebecca, Leah, and all of his children and leave Laban's household and go back to the land of his fathers. When this happens, he goes before Laban, his father-in-law, and he says, Laban, I know I've cared for your sheep and your cattle and your household, but now it is time for me to take your two daughters, my wives, and my children, your grandchildren, and leave and go back to the place where my fathers are. And I love this line. Laban looks at Jacob and he says, if you have any love for me in your heart at all, If you care about me at all, please don't leave. You know why? You know why? Laban says, I have, through divination, in other words, a witch, a wizard, something like this. Through divination, I have found out that God has blessed my household. You can infer, not because of me, Laban. God has blessed my household just because you're here. Because you've been here, I went from being a very poor guy with very little, and now I have a ton. And Laban says, please don't leave. And Jacob says, all right, I'll make you a deal. I will stay, and I will continue to look after your sheep, your cattle, and your household, but you need to pay me a wage. And Laban says, name whatever you want. Now, in the ancient world, usually it's something like 20%. You know, give me one out of every five sheep. But instead, Jacob says, give me all of the speckled and spotted sheep. And Laban, who is also a bit of a huckster, trickster, con artist, says, well, of course, no problem. I have a picture here in the Middle East. These are what sheep in the Middle East look like. This is a young girl in the Eurasian steppe, probably, maybe in the Middle East, milking some sheep. And these sheep are called Awasi fattail sheep. I think we have a next one too. Okay, so these are the same exact type of sheep that Laban and Jacob would have been, would have had in their flocks. And of course, sheep are a symbol of wealth. What is something you notice right away about these sheep? How many speckled, striped sheep do you see? Maybe these two over here. So what you see about this type of sheep is they're white, right? They're completely white with black heads sometimes or black faces. And
And so when Laban says, when Jacob says, just give me the striped and speckled ones, you know, Laban's looking around and he's like, all right, no problem. After he makes this agreement, all of a sudden, as Jacob is caring for them, all of the new sheep come out speckled and striped. And Laban's like, what is going on? So he begins to change the deal. Now it's this one. No, now it's the ones that have this. And every time he changes it, the sheep come out looking the way that Laban is trying to trick Jacob. Does that make sense? Out of the thing. So because of this, over these years, Jacob basically inherits a majority of Laban's flock. Laban trying to trick Jacob out of his flock ends up being the very thing that forces Laban to give everything over to Jacob. This is how God's favor works, my friends. It's beef jerky when you pray for fish. It is God taking what betrayers, what enemies want to do for you, and maybe you have no idea about it, taking that and turning it around for your good and for the good of your neighbor. In the passage, Jacob actually says this. He's telling Rebekah that it's time to go, and he explains this. He says, you know that I've worked for your father, that's Laban, with all my strength, yet your father has cheated me by changing my wages 10 times, meaning he changed the deal, huh? However, God has not allowed him to harm me. If he said the speckled ones will be your wages, then all the flocks gave birth to speckled young. And if he said the streaked ones will be your wages, then all the flocks bore streaked young. So God has taken away your father's livestock, and he's given it to me. Isn't that a great story? I love that the story of Joseph, for example. You know, if you've seen Joseph in the Technicolor Dreamcoat, or if you've just read the story, of course. But Joseph has this big dream, and he just has then a life of tragedy, betrayed by his brothers and always doing the right thing and forgotten by this person and betrayed by that person. And in the end, becomes this very wealthy and very powerful person, finds those brothers who tried to murder him, forgives them, and says this famous line, you intended to harm me, but God intended it for good, for the saving of many lives. This is God's favor. This is how God's favor was shown in Joseph's life. I believe this is how it will be shown in your life, just like Jacob. We're going to believe for that, amen? The Bible says, trust the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge him and he will direct your paths, meaning he's going to get you to where you need to go. So you can relax today and trust that God wants to bless you. Just continue to do the next right thing. Okay, so you say, well, Bobby, what is a blessed life? A blessed life in a biblical view is not just a prosperous life, it is a happy life. It means the good life, a full, rich life, which very often means not just happiness, sometimes it's financial prosperity and health, but it's good relationships, it's everything. It's the kind of life you were born to live. So how do we get that kind of life? So this is, I hope this isn't egregious. I don't know what to call this, but this just came to me. I love to look at the Bible as a whole, as you know, rather than just pick apart at verses. And I believe that the Bible basically emphasizes three things that lead to a blessed life. And so I had a graph made. I think that a blessed life, a prosperous, fulfilled, good life, is a combination of people pursuing these three things. The first one is so obvious, righteousness. This might be the one that especially the Old Testament talks about the most in terms of a blessed life. Righteousness does have a holier-than-thou kind of sound, doesn't it? But it means that you simply desire to be a good person and do good to your neighbor and towards God. It means a righteous life is a life that is not perfect, but one that is dedicated to simply doing the next right thing. Jesus says, seek ye first his kingdom and his righteousness, and what? All these things will be added to you, right? And he's talking about material things there. The Bible says in the book of James in the New Testament, the prayer of a righteous man is powerful and effective. So seek righteousness. And I would say, not in a legalistic way, right? God hates that. But surround yourself with more people that you feel like have integrity. So seek after the next right thing. The second thing is wisdom.
So we have righteousness. Can we bring that graph back up? Righteousness. Wisdom is the second thing. Remember with Solomon, the story with Solomon, it says that when he was becoming king, that he went before the Lord, and the Lord said, ask for anything you want, anything you want. Remember what Solomon asked for? Wisdom. And God says, Solomon, you didn't, it says the Lord was so pleased with that answer. He said, you didn't ask for the death of your enemies. You didn't ask for money. You didn't ask for wealth. You didn't ask for a long life. But because you asked for wisdom, I'm going to give you wisdom. I'm going to give you those other things too. So wisdom. The opposite of wisdom is arrogance, the Bible says. People that don't want to hear anything, people that don't want any feedback, people that don't want to change, that's not wisdom. Wisdom is rooted in humility. The desire to always learn, to always carry with you an empty cup, to learn, to grow, and to exceed, and to surround yourself again. It's probably a good time to surround yourself with people that have a lot of wisdom. The more you're around people with wisdom, people that you respect, the wiser you'll become. So righteousness, wisdom, and then, of course, the greatest of these is what? It's favor. Some of you said love. That's also true, but if we seek after God's favor, if we seek after God's wisdom, we seek after God's righteousness, you're going to live a very happy, a very prosperous, and a very good life. It's that simple. You say, well, how do we get God's favor? Well, just ask for it. Why not? Ask for God's favor. Be a generous person. Start giving. Just watch. God will pour out his favor in your life. I had a pastor, and I'm grateful for this, who taught me when I was very young to pray for God's favor. To pray every day, Lord, open doors no one can shut. Shut doors no one can open. Pour your favor on my life so abundantly that it will spill over into other people's lives. And I still pray that prayer. I pray it for me. I pray it for you. I pray it for my family and my children. And I believe that if you seek these three things, God is going to pour out so much blessing on your life. Some of you are saying, Bobby, I've lost so much. What else could there be for me? Don't pay attention to what you've lost. Pay attention to what you have left. And focus and believe again that great things are coming in your life. Believe that God does want to bless you. It's not the prosperity gospel, but still believe that God does want you to thrive in your life and succeed. And I believe it will happen if you go after these three things. Lord, we thank you and we love you. We thank you that you've forgiven us of our sins. Thank you that you believe in us and you've called us your children. Thank you that you're not looking at us with judgment and wrath, but because of Christ, you look at us with grace and favor and mercy and love. Lord, help us to continue to love you with all our heart and soul, and we do, Lord, and to love our neighbor as ourselves. Lord, it's in Jesus' name we pray. Amen. His favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his favor be upon you and a thousand generations, and your family, and your children, and their children, and their children. May his presence go before you
behind you and beside you, all around you and within you. He is with you, he is with you in the morning, in the evening, in your coming and your going, in your weeping and rejoicing. He is for you, 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 he is for you. Can you feel his love? Everybody say, oh, oh, and then, oh, and then, oh, and een prachtig thema, God zorgt voor jou. Bobby Schuller vertelde erover aan de hand van het leven van Laban en de bekende Jacob. En ook de commissaris van de koning had het over Rut en Boas en hoe God ook weer voor Rut zorgde. En ik hoop ook dat je ervaart dat God voor jou zorgt op deze mooie zondag. Volgende week hopen we weer een mooie uitzending te hebben. Ik ben ontzettend blij dat ik als vrijwilliger zoveel gasten mag ontvangen die hier bij mij thuis door de voordeur naar binnen gaan. En volgende week is dat Ben Dekker. 25 jaar lang worstelde hij tegen depressiviteit. Zo ernstig dat hij regelmatig een einde aan zijn leven wilde maken. En op een gegeven moment dacht hij, nu is het zover. En hij wilde zich voor de trein gooien. En dan gebeurt er iets op het perron vlak voordat hij zelfmoord wil plegen. Volgende week in Hour of Power. Blijf met ons in contact. En het moederdaggeschenk is werkelijk prachtig. Daar krijg je nu alle informatie over. Ik hoop tot volgende week. Wij hopen dat deze uitzending u heeft bemoedigd. Kijk volgende week weer naar Hour of Power met Bobby Schuller. Blijf in contact met ons via social media, onze website of bel ons. In onze webshop vindt u vele prachtige geschenken die u bemoedigen en inspireren. De boodschap van Hour of Power heeft wereldwijd impact op miljoenen mensenlevens. Wij danken de donateurs die het financieel mogelijk maken dat we ook in Nederland elke week te zien zijn op televisie. Wilt u ook dat Hour of Power kan blijven uitzenden? Word dan nu donateur.